We hadden het meeste balbezit. Ik hoorde net iets van 58%. Nou ja, dat zegt ook niet altijd alles. Hè. Ik vond wel dat we de baas waren de tweede helft. Ik vond dat we niet goed begonnen aan de wedstrijd. Een beetje twijfelend. Van gaan we nu ook echt hier de baas zijn in Heerenveen, in ons spel, hè, wat je eigenlijk wil. En daar zat een beetje twijfel in. De counter hing je steeds boven het hoofd, hè, van een balverlies op middenveld en in één keer zijn ze weg. Dat is ook hun kracht. Ik vind dat we dat in de tweede helft wel goed gedaan, juist wel. Even dat doelpunt, even terughalen, want je lapte hem er fantastisch overheen. Toen dacht ik van Hemmen gaat hem hier nog afpikken, maar hij heeft er niet aangezeten, heeft hij mij verzekerd. Ja, klopt. Ik kreeg hem diep van Marcel Risma. En ik liep op de verdediger af en ik denk van, ik tik hem nog één keer, dan schiet ik. En ik raak hem eigenlijk een beetje verkeerd en daardoor rolt hij eigenlijk zo in de goal. Ik denk dat hij behoorlijk moet balen. Ja, daar ben ik wel even ziek van, denk ik, van deze wedstrijd. Eigenlijk één momentje voor mij en dan moet hij erin. Je had hem op de schoen, hè? Ik had 1-1 op de schoen. Ja, daar zit ik hem naast. Soms denk je wel van, doen we dat wel goed en... Zijn we goed bezig? Ik vind dat wij gewoon goed bezig zijn. Ja, dus ik ben heel ontevreden met het resultaat, want er zijn er nul. Maar met andere dingen juist weer heel tevreden.